Hallo, leuk dat je luistert naar de podcast van Solo Stories. Mijn naam is Benno Hoogveld en ik ben de artistiek leider en regisseur van de voorstelling Emma wil leven. Vandaag is een beetje een gekke aflevering, want ik ga geïnterviewd worden door Dook van Dijk over de voorstelling. Veel plezier! Hallo, hallo Benno. Hallo Dook. Hoe gaat het? Je hebt het in bed vandaag gerepeteerd en hoe, hoe gaat het met het uh, stuk? Het Is vandaag de eerste dag na de kerstvakantie. Ja, yeah. en we hadden voor de kerstvakantie een denk ik best wel hele goede doorloop. Die heb ik gezien, zeer goed. Dus uh, nou, goed is nog niet het goede woord, veelbelovend. Ja, dus het kan nog alle kanten op, maar nee, ik heb wel heel goed gevoel erover. Dit is nu de um, vierde voorstelling van Solo Stories, jullie mm -hmm. zijn begonnen met Leef. Over een meisje wat uh, kanker had. Jullie hebben Paas gemaakt. Maar uh, over een, een man die een uh, moeder heeft met dementie. Mm -hmm. um, en je dacht, uh, ik, laat ik weer een licht thema doen. <laughs> laat ik. Ja. Hoe ben je bij dit onderwerp uitgekomen? Wij doen altijd wat wij noemen maatschappelijke thema's. En in de praktijk komt dat erop neer dat het heel vaak ziektes zijn. En dat is eigenlijk een beetje gewoon zo ontstaan. Omdat we merken dat mensen er heel erg behoefte aan hebben om. Uh, dingen die ze zelf meemaken. Uh, te zien in het theater. en zich daar dan in te kunnen herkennen. dan wel zich daartoe te verhouden. Dus dat is zeg maar zoals we iedere keer. op zoek gaan naar een verhaal. En het is ergens misschien het moeilijkste onderwerp. wat we tot nu toe gekozen hebben. maar uh, het past wel weer heel erg binnen. wat wij doen. En wat, wat, wat was dan wat je zo eraan greep? Toen ik voor het eerst. de docu zag. en eigenlijk zoals ik altijd over anorexia dacht, was. Joh, meisje. Het zijn meestal meisjes, maar ja. uh, soms ook jongens. Maar in dit geval meisje. Zeur niet zo. Doe er gewoon een boterham in en ga met die banaan. En toen zag ik die docu en toen realiseerde ik me dat het veel gecompliceerder was dan dat. Dat het eigenlijk bijna nooit over eten gaat. Maar wat wij het meeste raakten was dat, uh, dat je naar een meisje keek die de laatste zes jaar bijna zeven jaar in haar leven een ziekte was geworden en niet meer. Een puber, en niet meer een meisje uh, dat zich gewoon ontwikkelde tot een mens. Maar dat het zo langzaam aan het afbrokkelen was. En dat alles alleen nog maar om die ziekte draaide. En dat vond ik zo heftig. Uh, maar zag je ook dan gelijk een soort van theatrale vorm daarvan? Ja, maar als je me vraagt wat is dat dan, dan kan ik dat eigenlijk niet benoemen. Wat dat betreft doe ik dat heel erg intuïtief. Dat ik dan denk, mm, dit, dit gaat volgens mij wel lukken. En wat dat betreft doet Mark uh, Veerkamp, onze schrijver die doet echt het rotwerk, want die moet daar opeens dan een vorm in kiezen. En dat doen we natuurlijk wel samen, daar praten we heel veel over. Maar ja, hij moet daar uiteindelijk als eerste echt concrete ja, structuur woorden en woorden aan geven. Ja. Ja. Dus dan moeten we eerst eens dus een soort van vorm kiezen. Dus we kiezen dan altijd hier in een kroegje bij mij eh, om de hoek. Gaan we dan zitten en dan gaan we denken, hoe kunnen we dit vormgeven? Moet er een... Een verhaal in een verhaal komen. Of moeten we, um, zoals uh, we het nu eigenlijk een beetje bedacht hebben, een soort van dia-voorstelling van. Het zijn nu uiteindelijk ik geloof 35 scènes geworden. Uh, 35 momenten uit haar leven. Uh, moeten we die zo soort van fragmentarisch achter elkaar plakken, en dat dat dan toch een heel verhaal wordt? Of één verhaal wordt? Nou ja, daar moeten we gewoon heel erg over brainstormen. Welke onderwerpen moeten er dan in? Want wij konden ons in eerste instantie natuurlijk alleen maar baseren op de documentaire, maar er was veel meer materiaal. Er was uh, de filmpjes. We wij, wij hebben wat ik echt super bijzonder vind. Alle filmpjes gekregen van uh, de ouders van Emma. Dus ook de filmpjes die niet in de documentaire konden. Uh, maar we hebben ook haar dagboeken mogen lezen. Uh, we hebben gesprekken gehad met vriendinnen. Dus we hebben heel erg research ja. moeten doen om alles Materiaal. maar bij elkaar te krijgen. Om, om gewoon uh, gebeurtenissen bij elkaar te verzamelen. Om dat op het toneel te kunnen gaan ja. brengen. Hoe heb je, op een gegeven moment moet je ook uh, uh, ja, je actrice gaan vinden. Ja. Waarom heb je gekozen voor Lisse? Wij hadden best wel een helder plan in onze vorige voorstellingen wie het moest gaan spelen. En uh, gek genoeg hadden we dat dit keer niet zo. Dus wij dachten: van laten we voor het eerst in onze Solo, story, uh, solo Stories carrière audities gaan houden. En, maar dat moesten dan wel weer. Ik wilde geen audities doen van in drie minuten binnenkomen, een cennetje spelen ja. en weer weggaan. Dus we hadden zoiets. We moeten dat wel heel erg beperken. Dus we hebben, geloof ik, zes meisjes, misschien vijf. En Lisse kwam uh, auditie doen en zij was als eerste. En zij liep na een uur, want we hadden een werksessie van een uur. Ge, uh, dat vrij lang is voor een ja, toch? Maar we wilden, ik voor mij is het namelijk belangrijk dat ook het werkproces goed gaat. Ja, want je zit wel zes weken. Met alleen tweeën. Ja, met ja, tweeën. Ja, precies. Dus dat, dus dat kan best pittig zijn. Dus daarom wilde ik lang werken om te voelen of er een soort van chemie, anders dan alleen maar artistieke chemie ja, was. Ja. Maar zij deed echt een fantastische auditie. En zij liep naar buiten en Merel zei ook: Nou, succes de meisjes de rest van de dag. <laughs> Want ja, dat was gewoon heel pittig. Want ja, zij heeft het heel goed gedaan. Wat Lissa gewoon super goed kan doen. Die kan gewoon heel erg schakelen in haar karakter. Dus die kan iets heel moois, ronds, liefelijks hebben. Maar in nul seconden ook opeens iets duisters hebben. En wij hadden inmiddels bij de voorstelling besloten. dat het hele stuk gespeeld zou worden door wat wij noemen Emma 1 en Emma 2. -hmm. Uh, dus dat betekent de Emma zoals die er is als als gewoon persoon, zoals iedereen haar kent. En de MA2 zou het monster in haar hoofd zijn... de anorexia, de ja. ziekte. Dus onze actrice zou constant heen en weer moeten schakelen... tussen dat duistere en tussen dat... Het, 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 het pubermeisje. Ja. Precies. Nou, en Lisse heeft dat in die auditie echt, echt geneeld. Super goed gedaan. En want uh, je repeteert nu, maar hoe gaat het eigenlijk? Want het is zo'n ja, kwetsbaar onderwerp. Hoe, uh, hoe ga je daar als regisseur mee om? Met... Nou, uh, vooral heel veel lachen... Want dat is heel belangrijk. Ja. <laughs> nee, het moet gewoon leuk zijn in, de, in het proces. En wat je eigenlijk heel erg moet proberen is het drama van het verhaal. Dat zit gewoon in het verhaal. Dus daar hoeven we verder niet zo heel veel aan te doen. Dat is er gewoon. Dus het is vooral belangrijk dat wij tijdens het repeteren het leuk hebben. En wat heel fijn is aan Lisse is dat zij super technisch is. En het voordeel van op die manier met dit stuk omgaan is dat je het dus heel erg als een theatrale ambacht kan aanpakken en dan ook weet ik moet hier gewoon deze emotie pakken en deze emotie pakken en dat houdt het heel schoon in het repeteren. Ja, dat je niet alleen maar huilend op de vloer ligt. Bedoel je nee, dat? precies exact ja. dat. Ja. En uh, je hebt ook uh, vroeger zelf uh, gespeeld in, ja, in, in vorig leven. In uh, Miss Saigon en Evita en Titanic en Elizabeth. Mm -hmm. uh, Welke is eigenlijk je Miss Saigon. Ja, waarom? Nou, als voorstelling niet, uh, om te doen. Uh, nou, niet per se om te doen, uh, omdat ik daar relatief weinig in te doen had. Ik was ensemble, derde soldaat linksachter. Ik vond Elisabeth, wat ik met minst mooie voorstelling vond, vond ik wel het leukste om te doen, omdat ik daar gewoon heel veel te doen had. Oh ja. En wat neem je dan, als je zelf hebt gespeeld, wat neem je daar dan mee als regisseur zijnde? Is het ik... makkelijker? Ja, omdat ik denk dat ik deels snap wat er in de hoofd van de acteur gebeurt. Daar kan je rekening mee houden. Of ervoor kiezen om dat niet te doen. Ik heb eigenlijk heel veel dingen gedaan in theater. Uh, ik ben technicus geweest. Ik heb achter de lichttafel gezeten, geluidstafel gezeten. Uh, ik heb dus zelf gespeeld. Ik regisseer. Ik heb geproduceerd. Dus, de, 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 dus ik, ik ken gewoon heel veel facetten van het vak. Um, en daardoor begrijp ik denk ik gewoon veel beter hoe iedereen functioneert binnen een team. Uh, en het voordeel daarvan is, is dat je dus mensen in, op hun taal, op hun niveau kan aanspreken. Um, en dat ik bijvoorbeeld ook, zoals ik net vertelde over dat technische acteren van Lisse... dat ik ook gewoon heel makkelijk tegen haar kan zeggen... dan gebeurt er dit en dit en dit en dit. En dan doe jij even dit en dan kunnen we daarna gewoon weer door. Ja. En dat snapt zij dan omdat ik snap hoe zij denkt. Tenminste, deels, ja. En wat voor, met welke regisseur, waar heb jij het meest aan gehad? Of wat voor een advies? Of neem jij iets over van de regisseurs waar jij mee hebt gewerkt? Ik heb uh, ooit, niet zelf, toen ik niet zelf speelde... maar ik heb ooit gewerkt met Frank Lammers. Ja. Uh, als regieassistent was ik van hem. En uh, wat, wat ik van hem het meest heb geleerd is... schijt. Dus gewoon lelijk zijn, gaan... Uh, de schoonheid er eraf halen. Omdat je dan meer naar de ziel van het personage komt. Dat, dat is wel een van de belangrijkste dingen die ik altijd probeer mee te nemen. Dus dat de uh, ijdelheid er, er zoveel mogelijk van afblijft. Ja, dat lukt niet altijd hoor. Nee. Maar nee, nee je wil namelijk ook gewoon iets moois maken. Maar schoonheid zit hem vaak in lelijke dingen. Ja, en wat voor. Wat voor regisseur ben je dan? Want bijvoorbeeld, ben je dan zo eentje die dan achter in de zaal alleen maar aan het roepen is? Of iemand die alleen maar alles voordoet? Of zit je met een sigaar? De eerste <laughs> rij. Ik spreek even uit mijn eigen ervaring. <laughs> nee, ik heb nog nooit met een sigaar gezeten. Nee, ik, 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 ik schreeuw relatief weinig, denk ik. Omdat ik wel heel erg geloof dat. In harmonie mooiere dingen gebeuren dan vanuit angst. Dus ik probeer wel altijd heel erg een veilige plek te creëren voor zover dat gaat. Dat lukt niet altijd, denk ik, maar dat is wel mijn streven. Ja. En schreeuwen vanuit achter in de zaal, ik geloof daar uiteindelijk niet zo heel erg in, hoewel ik me er ook natuurlijk wel eens toe heb verlaagd, ja. Ja. <laughs> maar maakt ik het er het... ook niet meer wist. Ja. En is er dan, maakt het dan Maakt het überhaupt een verschil of je een musical regisseert of een toneelvoorstelling? Nou ja, in die zin is toneel, zeker als je maar één actrice, actrice hebt. Uh, uh, relatief makkelijk. Want je hebt je maar op één ding te focussen. Ja. Terwijl, zo gauw je uh, met de musical aan de slag gaat, dan komt er echt van alles bij kijken. En dan moet je ook nog rekening houden met de choreograaf. En met de showtrap, die ook nog ergens vandaan moet komen. En, uh, Pff, nou overgang ja, hebben we wie waar. Ja, precies, ja. en uh, met 37.000 ja. lichtstanden en uh, 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 maar dat is ook wel precies de reden waarom Merel en ik Solo Stories zijn begonnen. Omdat wij zeggen altijd: uh, we willen met een stoel en een emmer en één acteur. Dat is wat het is. Ja. En dan kunnen we gewoon een verhaal vertellen in plaats van alle poespas eromheen. Dus dat, dat willen we heel graag juist zo simpel mogelijk ja. houden. Gewoon verhalen vertellen. Ja. En wat is eigenlijk dan het ergste wat een regisseur kan gebeuren? Denk jij? Nou, dat je acteurs je niet vertrouwen en gaan muiten en Ach. er met de voorstelling van doorgaan. Ik denk dat dat het ergste voor een regisseur is. Heb, heb je dat wel eens zoiets meegemaakt? Uh, ja, een beetje. Ja, dan wil jij weten wat. En dan zeg ik, dat ga ik niet zeggen. Want dan moet ik zoveel namen gaan noemen waar ik geen zin in heb. Oh my god. Nee, maar en, blijf jij blijf je ook vaak... Ga jij vaak dan nog kijken als het al speelt en zo? Ben jij dan ja, een regisseur? Ja, zeker. Ja, je moet, wel, je moet wel contact houden. En zeker bij een monoloog. Ja. Omdat iemand staat het in z'n of door eentje te doen. En die zou along the way iedere dag een stapje meer naar links kunnen zetten. En dan sta je toch opeens in de coulissen zonder dat je het door hebt. Ja. Dus uh, je hebt... Andere ogen nodig dan alleen je eigen om die voorstelling echt strak. En hoe uh, vaak ga je dan daar naartoe? Is dat één keer per week? Of is nou, dat? Mijn streef is één keer in de twee weken, maar dat lukt niet altijd. En het is ook een beetje wat de voorstelling nodig heeft. En we kijk, bijvoorbeeld vorig jaar bij Ma. Waar um, heeft heeft uh, dat gespeeld? Ja, daarom. Die heeft 166 keer gespeeld en op een gegeven moment ik kon gewoon. Ik, nou ja, dit klinkt heel dramatisch, <laughs> maar je kon het zelf niet meer aan. Nee, en dacht: ik. oh, dan moet ik weer anderhalf uur naar die voorstelling kijken. En ik ken hem nou wel. Even schaamteloze reclame tussendoor. Vergeet je niet te abonneren op dit kanaal. Ga snel weer verder. En hoe ga je eigenlijk om met, uh, met, je, met als regisseur met, met reacties, bijvoorbeeld als er dan recensies komen of dat soort dingen? Ik wou dat ik kon zeggen dat ik recensies niet lees. Dat zou ik namelijk het liefste doen. Maar het, het doet er uiteindelijk niet toe. En zeker niet bij de voorstellingen die wij maken, omdat ons publiek iets heel anders vindt. Dat hebben we nu gemerkt met onze drie voorstellingen die we gespeeld hebben. Dan wat de recensenten vinden. Uh, en dat is belangrijker: dat het publiek het mooi vindt. Want daar maken we het ja. uiteindelijk voor. Maar het zegt ook heel vaak, of dat hoor je vaak, dat een recensie bepalend is voor verkoopcijfers. Of... Ja, ik heb het idee dat het bij ons best wel meevalt. Okay. Omdat wij zulke specifieke thema's aansnijden. dat mensen echt voor dat thema willen komen. En die heel vaak. Wij we halen best wel veel niet-theaterliefhebbers naar binnen, omdat die voor het thema komen. Wij horen heel vaak van theaters terug. 60% van de mensen die hier vanavond zijn, zijn nog nooit hier in dit ja, gebouw gezien. Zijn niet in de mailinglijst. Ja, precies. Ja. Dus dat is voor hun heel fijn, maar dat is voor ons dus ook heel fijn. Maar dat geeft ook aan dat die mensen dus niet altijd met theater in die zin bezig zijn. En dus vaak ook helemaal geen recensies lezen. Nee. En daar ook helemaal niet in geïnteresseerd nee. zijn. Uh, wat, is, wat, is nou het, wat vind jij nu het moeilijkste aan dit... Uh... Aan dit stuk, aan Emma wil leven? Ik heb heel lang geworsteld met uh, vooral het einde, omdat uh, al onze voorstellingen eindigden toch met iets hoopvols. En deze voorstelling leek dat niet te hebben. Uh, omdat aan het eind van de voorstelling, net zoals in het documentaire en net zoals in het echte leven, Emma gewoon op haar bijna negentiende overlijdt. En um, dat, dat, dat maakt het gewoon heel ingewikkeld. Want ik dacht, ja, als iedereen nou alleen maar huilend naar buiten loopt. Dat, 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 ja, je wil niet dat mensen daarna gewoon denken: Nou, ik ga maar even het café in om deze ja, avond te verwerken. Ik ga maar even op een stretchje liggen met nou ja, de cocktail, precies, Ja, precies. Nou? Dus, dat, 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 um, dus ik uh, heb daar met Mark ook heel erg over geworsteld. En, maar ik denk dat we toch wel een soort van hoop. op een of andere gekke manier aan het eind van de voorstelling kunnen maken. En, maar is het trouwens dan iets waar je aankomende dagen, weken nog enorm op zit te. Ja, ja, ja. En dat heeft, ja, dat, daar puzzelen we op en de, dan maken we bepaalde keuzes in. En dan gaan we tien keer try-outen en dat heeft ook weer invloed. Ja? Want dan ga ik in de zaal zitten en dan ga ik kijken hoe de mensen reageren. En als ze uiteindelijk toch allemaal op die stretcher belanden, dan moet ik, dan moet ik er toch wat mee. Ja, wat Want dan wil je? ik er toch wat mee, dat is ja. eigenlijk beter gezegd. Geef jij je, je acteurs ook veel vrijheid? Ja. Ja, en ik vind het ook belangrijk, zeker ook omdat ze in hun eentje op het toneel staan dat zij 100% achter de voorstelling staan. Dat ze niet staan te spelen waarvan oh ja. ze denken: "Ach, dit wil Benno zo graag, maar ik voel me er zo ongelukkig ja. bij." Heb ik bij mijn eerste voorstelling bij Leef heb ik dat wel gedaan. En dat was voor Jamie was dat echt vreselijk, want die moest een dansje van mij doen waar ze echt super ongelukkig van werd. En uiteindelijk waren we in een theater waar dat zo klein was toen dat er geen ruimte was voor die dans. En toen zag ik de voorstelling en dacht ik, ja het is eigenlijk beter zonder. Dus soms duurt het ook gewoon actrice even. Blij, ja. Ja. En de actrice is super blij. Ja. 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 Zijn er dingen, zijn er echt, heb je ooit echt enorme blunders gemaakt in je carrière als regisseur? Acteur mag ook hoor. <laughs> ja. Niet zeg maar zo om te lachen. Uh, uh, ik denk dat de grootste blunder die ik ooit gemaakt heb is dat ik niet vertrouwd heb op de acteur. En dan ga je alles invullen, alles er maar in drukken. En je zag de acteur steeds meer verstarren en verstarren. Want, oké, okay, oh, ik moet dit er ook nog bij doen. Ook moet mijn linkerpink op tillen. Oké, okay, oh, die moet ik aan een hoek van 45 <laughs> graden houden. Nou ja, en dan, dan maak je het iemand gewoon super moeilijk mee. En um, Dus je moet ze gewoon ook de vrijheid geven. En ze hebben ervoor gestudeerd. Hè? Ze hebben vier jaar minimaal ja. uh, gewerkt om een verhaal te kunnen vertellen. Dus, dus ja. Ja, en, en verder echt als blunder. Ja, ik heb pas heel hard geschreeuwd naar een actrice. Uh, omdat ze niet goed stond. En toen ging zij huilend de kleedkamer in. om daar nooit meer uit te komen. Ja, dat je die voorstelling denkt, is ook nooit meer <laughs> gespeeld. <laughs> <laughs> nou, het heeft wel even geduurd om er weer terug te krijgen. Oh, ja. Ja, 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 dat gebeurt. En dat moet je gewoon niet doen. Ja. Uh, welke, wat voor stuk. heb jij al iets. Jullie gaan natuurlijk volgend jaar uh, iets maken. Dat mm -hmm. staat op de website. Mm -hmm. Maar heb jij iets. Heb je ooit iets op het lijstje staan of een droom waarvan je denkt: Oh, dat wil ik zo graag maken? Nou, Mark zegt wel eens tegen me, en dat ben ik helemaal met hem eens: dat hij is qua schrijven een beetje klaar met iedere keer weer een ziekte. Uh, dus het wordt tijd dat we ons ook op andere dingen dan alleen maar ziektes gaan uh, storten. Uh, ook omdat de maatschappij uit meer dingen dan alleen maar ziektes ja. uh, bestaat. En anders word je dat. En anders worden we die, die, die producent, producent die alleen maar. die alleen maar ziektes doet. Ja. ja, we hebben er nog eentje. Ja. ja. Nou ja, het zal je verbazen hoeveel aan. nee, hoeveel aanmeldingen we krijgen van mensen die zeggen: ik heb een ziekte. en daar heb ik een boek over geschreven. En zouden jullie daar misschien eens over na willen denken. om daar een voorstelling van te maken? Dat komt regelmatig bij ons. Ja. En, en we dat, zeggen bijna altijd nee. Want omdat het niet uit jezelf komt. Ja, en dat, dat is. dat moet toch. wij moeten wel echt toch ergens de. Bron zijn waarvan ja. het vuur gaat branden. Maar je hebt niet, je zou ook een, dus het zou ook een komisch boek zijn, maar je hebt het dus nog niet, een soort van, een, een wens daarin. Of heb je dat meer bij acteurs? Kan je, heb je dat je denkt van, ik zou heel graag een keer met. Zo, zo zijn we aan Erik gekomen, Erik Kortom. maar, maar qua, andere, qua andere, want deze Erik heb je gehad. Deze kun je doorstrepen, heb je acteurs of actrices die, die dat je denkt? Ja, maar dat uh, denk ik dat ik maar gewoon niet moet zeggen. Hoezo niet? Nou ja, omdat dat, dat omdat dat moet samenkomen of zo. Hm. <laughs> ik wil dit een klein, een klein. Nee, dat heeft geen zin. Maar misschien luisteren ze dit wel, dan denkt ze. ik Ja, doul... daarom. Ja, en dan misschien. Uh... Of juist niet. <laughs> ja, dus daar ben je. Ja, ja. <lacht> <lacht> uh, heb jij nog een? Uh, heb jij nog? Uh, ja, heb je nog een tip voor een aankomende regisseur? Nou. Ik heb het al een beetje gezegd, maar vertrouwen in je product, vertrouwen in je mensen. Ver heb vertrouwen. Dat is eigenlijk vooral wat het is. Toen ik begon met regisseren. Toen ben ik na een jaar of twee bijna gestopt. Omdat ik dacht: regisseren is eigenlijk het verwerken van alleen maar teleurstellingen. Want vlak voordat je gaat repeteren, heb je een soort van. 100% grote droombeeld in je hoofd en dan komen de acteurs en die verpesten alles en die worden al en dus iedere keer moet jij je Het decor pas uh, niet precies en, en je moet je iedere zelf, keer maar weer ja. bijstellen en denken oké okay, nou doen we het wel zo oké okay, doen we het wel zo en dan blijft er uiteindelijk 50% over. Nou, dat vond ik echt te weinig. Dus ik dacht ja, ik moet dit gewoon helemaal niet doen totdat ik doorhad dat als je vertrouwen geeft dat je misschien niet krijgt zoals jij het van tevoren hebt bedacht... maar door de, door de inbreng van allerlei andere mensen... Uh, het toch weer veel meer dan die 100% wordt. Omdat iedereen uiteindelijk, als het goed is, hetzelfde doel heeft. Namelijk die voorstelling zo mooi mogelijk maken. Dus heb vertrouwen. Heb vertrouwen. En dan de uh, laatste vraag. Ben jij, ben jij zenuwachtig voor uh, de eerste keer dat het gespeeld wordt? Ik denk het niet. Ik ben... Uh, uh, zenuwachtig als ik denk dat het niet goed is. En meestal weet ik al dat ik het in ieder geval goed vind... als we zover zijn. Dus als je me zenuwachtig ziet tegen die tijd... dan weet je hoe ik erover denk. Oké, okay, dankjewel. <laughs> ik ben benieuwd hoe ik je twijfel. <laughs> ja. Ja. Dankjewel, Dook, voor dit leuke gesprek. Ben je inmiddels een beetje nieuwsgierig naar de voorstelling... Ga dan naar www.solostories.nl en daar zie je de speellijst. In heel Nederland zijn we te zien, dus ook vast bij jou in de buurt. Wil je nog meer weten? Dan kan je ons vinden op Facebook en op Instagram. En dan krijg je nog meer achtergrondinformatie over de voorstelling Emma wil leven. Tot de volgende keer!